Oké. Hallo allemaal. Zo heet je. Oké. Hallo allemaal. Ik kan mezelf niet serieus nemen. Oké. Okay. Ik schrok eens een keer aan mij. Ja, I know. Ik hoor. Oké. Okay. Oh, dat is mijn vriendin. Oké. Oh, even opnieuw. Ja? Ja. Oké. Okay. Hallo. Wat zeg jij zo bij zo, man? Ik moet lachen om mezelf. Oké, we gaan gewoon beginnen met vloggen. Dit is onze eerste officiële vlog. Oh, we hebben net een nieuwe abonnee gekregen. We gaan vragen beantwoorden. Q&A. Oké. Okay. Laten we beginnen. Ja, nou, Oké, gewoon. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? We wonen letterlijk naast elkaar. Waar hebben we elkaar leren kennen? Ja, bij Jamie. Jamie. Bij moskee. Moskee. Moskou. Dus daar krijgen we Engels taal. Moskou. Maar, ja, we hebben elkaar bij moskee leren kennen. Ja, we kenden elkaar al. Maar we mochten elkaar niet. Dan komt het dadelijk wel eens onder de war. Oh, ja, dat leggen we dadelijk wel uit. Als iets niet guna haram zou zijn, wat zouden jullie doen? Ik zou dealen. Ik bedoel, op een nette manier gewoon zwart geld verdienen. Niet dealen, dat is niet goed, jongens. Don't do that. Don't do drugs either. Mama, mag je? Ik weet het niet. Ik weet niet. Gewoon iets harams. An hour later. 2 hours later. 3 hours later. Ik zou echt een mooie auto willen stelen. Ja. Echt waar. Zo'n dikke Mercedes. Gewoon bij dat Surajan. I know. Dat is een goede. Misschien is dat geen haram. Johnny Mistedi. Hebben jullie ooit dingen gehad waardoor jullie vriendschap bijna kapot was of gegaan? Denk bijvoorbeeld aan geld, boys, etc. Sorry, Kim Nengel. Van wie komt deze vraag? Sorry, Jawab, laat me. Tuurlijk niet. We hebben soms wel discussies gehad. En ruzies. Maar was binnen 2 dagen weer goed. Niet eens. De eerste keer toen we ruzie hadden was na 1 uurtje of zo weer goed. We waren weer samen. Maar het is nooit, ons vriendschap is nooit bijna kapot gegaan. Toch? I know. Oké. Weet jij de geheimen van Mina en weet Mina jouw geheim die bijna niemand weet? Mina weet wel van mij, maar Mina? Wow, jij weet ook van mij, vriend. Ik moet wel mijn bril op, man. Nee, we weten wel. Ja, we weten wel. We vertellen meestal wel altijd alles aan elkaar. Ja, je hebt dingen die je wel kunt vertellen. En dingen gewoon. En sommige dingen zijn gewoon privé familie dingen en zo. Ja, dat hoeft niet iedereen sommige dingen hoeft gewoon niet, hoe goed je ook bent met elkaar. Hoe zijn jullie zo goed geworden? Hoe zijn wij goed geworden? Het gebeurde gewoon opeens. In 1 keer. We waren gewoon met de meiden bij de moskee. Eerst mocht ik haar niet. Ik dacht nee, echt, blijf uit mijn buurt. Ik bleef echt op afstand. Ik dacht, hè, waarom mag iedereen haar? Ja, man. En toen... Ik ben echt arrogant. Sure. Maar ja, toen, ik weet niet, we begonnen opeens te praten en het klikte. En toen dachten we, hé, we zijn BFF's. En toen zijn we sindsdien elke dag samen. BFF? Ja. Oké. Ja, we zijn BFF. Welke gebeurtenis wat jullie samen hebben meegemaakt, ga je nooit meer vergeten? Kermis. Kermis. Wij zijn echt zo leuk op kermissen. Kermis. Of we breken onze hand. Of spullen vliegen uit een attractie. Dat hebben we wel eens gehad. Ja. We waren toen op een kermis in Arnhem. Arnhem represent. En we zaten... Zij? Ja, vertel jij het maar. Zij had een cadeautje gehaald voor haar nicht. Nichtje. Maar we gingen in een breakdancer en... We hadden de spullen zeg maar bij onze voeten. Tot makkelijk. We hadden hem niet vast, zeg maar. En het ging opeens zo hard. Het vloog.
Ik zat aan de rechterkant. Het vloog naar rechts. En ik stond keihard met mijn voet erop. Dat de fucking scheurde. Toetje, als je dit ziet, sorry. Ja, dat was. Maar als die vloog, was het erger geweest, Toetje. Dus ja, sorry. Ik had je geen cadeau gekregen. Want ik poep helaas geen geld. Oh, nee. Hebben jullie een vriend? Per verloofd. Ik ook. Met Mina. Wat je staat je mijn handen. Ik ben gewoon single. Ja. Ja, gewoon single. Wat is jullie afkomst en waar komen jullie vandaan? Turks. Turkije nummer 1, Abi. Konya. Kayseri. 38 en 42. Het klikt wel goed met elkaar. Ja, eigenlijk wel. Dus als je met een Kayserile bevriend wilt raken... Doe het niet. Nee, is echt leuk. Met Kayserile is het sowieso leuk. Alleen je krijgt een beetje hoofdpijn. Echt. Hoe oud zijn jullie? 21. I'm 19 years old. Baby. Ze is 2 jaar ouder. Maar ze gedraagt zich kinderachtiger dan mij. Dat zeg jij. Grapje. Dat rijmt. Oh ja, tussen dit allemaal door. Wij gaan ook een... dit moest eigenlijk geheim blijven. Maar we gaan binnenkort een 1-1 sessie gooien. Zo, blijf op de hoogte. Nee, we moeten zo Damar mix rap doen. Ja, het is het gaat een beetje emo worden en ik ga rappen. Maar zo, you know. Werk en studie. Wat doen jullie? Ik... corona. Niks. Nou, ik studeer... de. Want door corona kan ik niet verder. Dus ik zit thuis. Geen werk. Geen stage. En ook geen school meer. Ja, nou, ik heb precies hetzelfde. Ik ben eigenlijk afgestudeerd. Ik heb eigenlijk mijn diploma bijna, inshallah, als alles nog doorgaat. Yeah. En, ja. Dat heb ik ook. En ik werkte bij de H&M, maar ik ben mijn eerste werkdag ontslagen. So here I am. Wat zijn jullie hobby's? Shisha roken. Shisha? Lemon fresh. Slapen is wel echt leuk. Netflix. Ja, filmpjes en zo kijken. Ik heb volgens mij alle films op Netflix afgekeken deze corona. En eten, maar dat zien jullie wel. Oh, ik word echt gek. Ik ben. Oh. We zijn 10 kilo aangekomen. Hebben jullie tattoos? Nee. Ik ben de harami van deze vriendschap. Echt. Wat is... Joch, ja. Nee, ik ben wel een goed meisje. Denk ik ook. Ja. Jawel. Ik doe mijn best. Wat is jullie lievelingseten? Alles. Behalve varken. En ik ben allergisch voor kip. Zeg alle. Wat is dat? Dat is mijn bekker. Hij ligt in mijn tas. Ik kan niet meer. Hij stopt zo wel. Ja. Hij is gestopt. Maar ons lievelingseten. Mijn is kapsalon. En dat kan ik altijd eten. Ja, ik heb als alles. Als ik moest kiezen. Behalve varken. Jij merkt, die is. Nee, dat is niet lieveling. Als ik helemaal geen eten meer op de wereld zou hebben, zou ik misschien varken eten. Maar anders niet. Ik echt niet hoor. Dan gaan we allemaal dood. Eet ik liever gras en zo. Ja, eet jij maar gras daar? Hoezo, koeien verteren dat ook? Oh ja, onze namen. Misschien is dat wel slim om onszelf voor te stellen eigenlijk. We hebben helemaal niet voorgesteld. Maar hierbij. Dilara. Mina. Het is niet zo belangrijk, dus. Hoop maar gewoon Mino Dilo. Waar wonen jullie? Ergens in privacy. Gelderland. Maar waar zeggen we niet? Maar je hoort wel onze accent, denk ik. Aynen. Hoe heb je elkaar leren kennen? Aynen is precies. Voor de mensen die niet Turks die geen Turks kunnen. Mochten jullie elkaar gelijk? Nee. Nee echt niet. Ik vond dat echt raar. Ik dacht echt in de gezichtsspiegel. Zeg wallah. Zeg wallah. Oké, dat niet. Maar ik wou je gewoon echt slaan. Omdat je altijd zo fucking arrogant deed. Salam. Je gaf niet eens salam. Ze liep gewoon langs, maar ze keek mij niet eens aan. Ik dacht... Alles. De
Maar als je hem net doet, hoor je bipiertjes en hoor je bipiertjes. Wat zouden jullie samen nog een keer of ooit nog willen doen? Ik wil bungee jumpen met haar. Ja hoor. Dat is echt een droom. Of uit de vliegtuig springen, dat wil ik echt met jou doen. Ja, en dan gaan we dat vloggen. Jij bent bang voor een vliegtuig. Waarom ga je daar uit? Ja, ik heb vliegangst, maar dat lijkt me echt leuk. Wat lijkt mij leuk? Wat zou ik nog willen doen met jou? We hebben echt heel veel gedaan al. Wat zou ik willen doen met jou? Echt iets geks. Op vakantie. Gewoon met z'n tweeën op vakantie. Gewoon weg. Anne, baba. Alsjeblieft. Dit zijn. Als jullie meekijken, we willen op vakantie. Maar, ik heb mijn bril niet. Wat was het leukste tot nu toe wat jullie hebben meegemaakt? Die Lara was een keer tegen een paal aangelopen in Arnhem. Dat blijft gewoon mijn mooiste herinnering aan haar. Wat vond ik leuk? Wat was het leukste tot nu toe wat jullie hebben meegemaakt? Ja. Dat was leuk voor jou. Ja, dat was leuk voor mij. Oké, voor ons. Ik vond Arnhem kermis leuk. Ik ook wel. Dat was het leukste. Dat was wel leuk, we hebben daar echt ruïne gezet. Voor de mensen dat die was niet weten wat ruïne betekent. Dat betekent chaos. Hierbij. Wie smaakt harder? Dat betekent slaan. Ja, zij houdt van vechten. Ik doe dat niet. Maar boksballen en zo. Ja, ik denk dat zij wel harder slaat. Ja. Maar ik ben gewoon de agressievere type. I know. En ik hou het in me. Ik doe het niet. Ik doe het wel. Wie wordt sneller boos van jullie twee? Ik. Oké. Okay. Wie is meer emotioneel? Gewoon die. Gewoon. Zouden jullie met de ex nemen van elkaar? Nee, nooit. Dat zou ik niet doen. Dat is... Dat is haram. Wij doen niet aan haram. Nee. Zouden die... Oh, dat heb ik al. Wat houdt jullie band sterk? Wij zijn anders. Qua... Ja, zij is agressief en zo. Weet je wat, maar, ja, we lijken We zijn apart, maar we zijn hetzelfde. We weten gewoon wat we moeten doen en wat, niet, wat kan en wat niet kan. Amen. Precies. En we hoeven niet te vragen aan elkaar van kan dit, kan dat. We weten het gewoon. En we weten gewoon wat we van elkaar kunnen verwachten, denk ik. Dat is het meer. Ja. Toch? Ja. Ik vind het echt goed, man. Ja, man. Wat, man. Ja, dat was de eerste vlog, hè, jongens. Merwa Plagetsen. Ja. Zij en zo naar mijn zus. Voor onze zus. Banner. Zij heeft onze banner gemaakt waar wij 3 uur mee bezig zijn geweest. Wat is het raarste, engste wat jullie hebben meegemaakt? Waar ben je heen gegaan? Oh, daar. Niks. Wat is het raarste, engste wat jullie hebben meegemaakt? Zijn we ooit achtervolgd of zo? Nee. Nee. We hebben nooit iets engs meegemaakt. Nee, we hebben nooit iets engs meegemaakt. Nee, we hebben alleen echt grappige dingen meegemaakt. Dat vind ik echt niet. Dus dan kunnen we wel een keer samen in de spookhuis gaan. Ja, en dat gaan we wel vloggen voor jullie. Oké. Ja, we gaan gewoon naar Halloween Fright Night. Als jullie samen op vakantie mogen, waar zouden jullie heen gaan? Weet je wat ik net zei? Nee. Gratis hotel. Antalya, ja. Ja, als ze echt... Ik kan geen Engels, dus liever... Liever gewoon Turkije. Ik zou dan met haar naar Antalya willen gaan. Gewoon ruïne of gewoon naar Bodrum. We kunnen naar Konya gaan, hè? Ga ze weg met je Konya. Nee, we moeten hier wel ondertiteling bij zetten. Ja, doen we wel. Maar ja, oké. Wie is irritanter? Nee. Je bent echt erg. Ik denk ook, Mino. Ik ben echt irritant. Oké. Van jullie twee zou eerder vechten met iemand. Mina. Die heeft leukere kledingstijl. Dilo. Ik shop bij de mannenafdeling. De merk die ik nu aan heb is van Non Grada. Is van de Sting van de mannenafdeling. Ja. Hierbij. Ik doe ook mannen t-shirt en dat is gewoon fijn. Ja. Zo bol. En is mooi. Zo losjes bedoel. Maar je hebt mooie kledingstijl. Je weet hoe je netjes moet kleden. Ik niet. Ik doe niet van die nette blouses aan en zo. Jij ik wel. Ook niet. Jawel. Jij had 1 keer zo'n hele mooie roze blouse aan. Weet je die nog? Je hebt zo'n roze pak. Oh ja. Kijk, zo'n ding doe ik niet. Wie geeft meest geld uit? Allebei. Ik weet het niet. Waarom ik... Ah, nee. Bliep.
dat was mijn bedoeling niet. Oké, meest geld, beetje hetzelfde. Gewoon hetzelfde. Want we zijn meestal wel samen als we geld uitgeven. Aynen. Wie kan beter koken? Ik kook niet. Ik weet niet hoe je een ei moet maken. Hebben jullie ooit een heftige ruzie gehad met elkaar? Oh, Nederland. We hebben niet echt een heftige gehad. Alleen discussies en zo. Dat we dachten, hallo, waar gaat het over? Ja, maar dat was gewoon weer een domme ding voor mij, omdat ik gewoon snel agressief word. I know. Hebben jullie ooit ruzie gehad om iets doms, wat dus echt niet hoe... Ja, ik dat heb ik wel gezegd, dus... Lijken jullie een beetje op elkaar qua innerlijk karakter? Alleen dat we zo een beetje gek zijn. Ja, zij is de lieve persoon. I know. De moeder. Precies, ja. Die mij... Mama! Ik heb die video! Ja, er is een mama video. Ja, die kunnen we wel posten. Ja, die zetten we, plakken die wel hierachter. Lana, nee! Zat je mama? We waren een keer in Arnhem samen. En ik maakte altijd al grapjes dat zij de moeder van mij is, weet je wel. Omdat ik gewoon een koude, irritante blaag ben. Dus ik schreeuwde gewoon heet in die stal, mama, mama. Want iedereen dacht gewoon dat ik haar dochter was. Dat was wel echt grappig. Ik ging ook helemaal dat is echt een belediging. Ja, ze zat zo. Oh nee, deed ze. Ja man, dat is echt grappig. We hebben even nog meer vragen binnengekregen nu volgens mij. Ik ga ze even pakken. Volg ons op Insta, Mino Dilo. Oh, dit is echt een mooie van Nibbim. En zo naar jou. Wat heeft jullie geïnspireerd om een kanaal te beginnen? Wij maken heel vaak filmpjes via Snapchat. En als je naar die filmpjes terugkijkt, dan lachen we altijd. Het zijn van die grappige filmpjes. Veel mensen vonden het ook wel echt grappig. Dus we dachten misschien is het wel leuk om... We zijn zo... wij zijn zo lomp. Zo sakkar. We vallen over een steen. We lopen tegen een paal aan. Zulke dingen. Ik val van de step af. Zij gooit mijn slipper in de prullenbak. Ja. We maken altijd als we samen zijn, maken we wel iets mee. Aynen. Ja, dus... Ik zeg veel Aynen. Ja. Dus dat is... Ik weet niet, dat leek ons gewoon leuk. Ja. Misschien bereiken we er ooit iets mee. Misschien ook wij, niet. Wij hopen dat jullie het ook leuk vinden. Misschien worden we alleen maar uitgelachen. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Nee, want we doen het voor ons. Het is leuk. We willen mensen amuseren. Amusation. Het woord, amusation. Hoe staat het niet? Turbo Station. Even kijken hoor, jongens. Of we nog een vraag hebben. Maar I don't think so. We hebben al best wel veel vragen gehad. Dus ze is zwanger. Wie? Weet ik niet, ik ken haar niet. Waarom volg jij dan? Weet ik ook niet. Nee, dat was het volgens mij, jongens. Of wacht, we hebben er hier eentje zegt, wolla. Iemand gelooft het gewoon niet. Ja. Morg TikTok Japs anders, ja. Reageer in de comments als jullie willen dat wij TikToks maken. Reageer. Liedjes en zo. Ja. Dus dan ga ik video's maken, ga je grappig doen en zo. Ja, iemand vraagt het, daarom kwam het opeens in me op. Kan, eentje, proberen. Wanneer eerst video, zegt iemand. We zijn er nu mee bezig. Ja. Ja, daar ga ik niet eens op reageren. Hou je van mij? Nee, ze houdt niet van je. Oh, jullie hebben echt gedaan. We krijgen gewoon, niemand gelooft ons. Maar we gaan het echt doen. Ik was gisteren echt serieus. En je hebt zo'n... wij zijn nu nog een beetje... Amateur, dus mijn telefoon zit tegen het raam. En we zitten op de grond. En we zitten op de grond. Ik heb echt rugpijn gekregen. Ja, maar we gaan een houdertje kopen met een microfoon. Maar, oh ja. Want we geloven in jullie. Hierbij. Wij gaan... Ik heb gewoon eten onder mijn kast. Wij gaan een cadeautje weggeven. Klopt. Bij 100 kijkers. Bij 100 volgers. Oh, bij 100 volgers. Bij 100 volgers geven wij een cadeau. We gaan nog niet vertellen wat het is, want het is een verrassing, maar het is wel iets leuks waar je echt iets aan hebt. Ook voor jongens, En voor meisjes. Dus, transgender heet dat? Ook voor transgenders. Nee! Alles.
hoe heet dat? Als iets voor een jongen en voor een meisje is. Unisex. Unisex. Oei, we zijn maar transgender. En zo naar jullie broers. Maar gewoon unisex voor jullie allemaal. Maar het is echt een leuk cadeautje. Nee, het is geen unisex. Want een jongen kan wat anders kiezen en een meisje kan wat anders kiezen. Ja, maar het is voor allebei. Dus dan noem je het unisex. Ik ga geen Einen meer zeggen. Nee. Unisex gift. So yeah. That's very good. Ja. Yeah, dus, my English very good. Zet ook als jullie willen in de reacties hieronder wat jullie willen dat wij doen als om een video op te nemen. En dan doen we challenge, dat. We doen alles. Of, we zeggen ja, geen gekke dingen. Want behalve als je slecht gaat poep eten, dan... Nee, dat maar, doen we niet. Maar alles en, wat jullie zeggen doen we. Gewoon bedenk challenges, bedenk plekken waar we heen moeten gaan om te vloggen. En wat we moeten filmen. Dingen die we moeten proberen. Gewoon alles. We hebben zelf al ideeën, maar... Ideetjes zijn welkom, van, ja, jullie wat jullie krijgen. Leuk vinden. So yeah, duimpje omhoog! Dat was een lange video. Ja. Hey. Duimpje omhoog en... Support ons. Support ons en promote ons vooral. Echt waar, of, Mino en Dilo. Geef ons door aan jullie vrienden, families, vriendinnen, broertjes, ouders, zusjes. Want onze ouders gaan ook kijken. En dit is een begin. Een begin en een vlog waar geen no kuffer, gewoon no scheldwoorden. Want als we schelden, doen we gewoon bliep bliep, weet je, zodat niemand het hoort. Dus we blijven netjes, dus jullie ouders kunnen het ook kijken. Als ze dat willen, als ze daar interesse in hebben. Hoe nee? Jullie TikTok. Ja, dat was het. Abonneer, like. Op ons kanaal. En deel. En zie je later. Doei. Peace out. Eet down. Oké, wel.